Er zitten gaten in het beton. Eigenlijk, ik denk als het opnieuw gekeurd zou worden, zal het niet door de keuring heen gaan. Skateparken worden gekeurd. Als het aan de Nijmeegse SP ligt, komt er een urban sportspark in de stad. Raadslid Biljana Markovic diende daar een motie over in. Die werd aangenomen en nu wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Ik vind dat er een skatepark in Nijmegen moet komen, omdat we die gewoon missen. We missen gewoon een skatepark van een veel groter formaat. En ik denk dat we daarmee Nijmegen gewoon extra op de kaart kunnen zetten als wij dat kunnen bieden. Volgens urban sportbaas bij Walhalla, Sander Baartmans, zou het goed voor de stad zijn als het park er komt. Een urban sportpark, urban is in je vrije tijd. Dus je kan het zelf bepalen wanneer je het doet en daar is behoefte aan. Kinderen, jongeren, zeker vanaf 12 jaar en ouder, willen niet meer vastzitten aan tijden, zoals bij voetbal, dat wel zo is. Bestaande skateplekken voldoen volgens Markovic niet aan de behoefte. De plekken die we op dit moment in Nijmegen hebben, dus alle skateparken die we hebben, die zijn gewoon kleiner van formaat. En Nijmegen die bouwt echt aan een sport- en beweegstad. En we willen de buitensportaccommodaties willen we eigenlijk gaan uitbreiden. En dan is een skatepark van een veel groter formaat, hoort daar gewoon bij. De skateparken die er nu zijn, die zijn vrij klein en voldoen niet aan bepaalde eisen. Net zoals we staan hier nu op skatepark Goffert. Er zitten gaten in het beton. Eigenlijk, ik denk als het opnieuw gekeurd zou worden, zal het niet door de keuring heen gaan. Skateparken worden gekeurd. In die zin valt het tegen. Er is wel het een en ander. Je hebt de wedren, je hebt Goffert, maar het is dus buiten proportie slecht. En het voldoet gewoon niet aan de eisen die nu nodig zijn. Zeker omdat de urban sporter groeit, de community groeit. Het urban sportspark moet multifunctioneel worden. Het zou heel fijn zijn als het nieuwe skatepark eigenlijk alles heeft wat de urban sporter nodig heeft. Dus niet alleen de skater, maar ook de BMX'er of de stuntstepper, de rolschaatser. Dus eigenlijk zouden we allerlei elementen, beweegelementen moeten hebben in zo'n nieuw skatepark.